Breda Nu. Je weet het meteen. De zevende dichtbundel van Kees van Meel en de tweede dichtbundel die in drie talen is verschenen, in het Nederlands, het Engels en het Roemeens. De presentatie vond plaats bij boekhandel van Kemenade en Hollaars op de Ginnekeweg in Breda. Spartelt een vis daar naar het droge, eigent de vissen zich een spade toe. Een boer trekt verse sporen in de grond, verdraagzaam is het land geworden. Toen Kees mij vroeg of ik bij de presentatie van zijn nieuwe dichtbundel enkele woorden wilde spreken, heb ik geen moment geaarzeld. Kees is kieskeurig en kritisch. En je voelt je toch niet minder dan uitverkoren als hij je de inleiding op zijn geesteskind toevertrouwt. De zanger. Zijn ziel kraste door zijn strot naar buiten toe. Rauw vlees kwam geroosterd uit zijn mond. Het publiek danste op zijn levensritme, idyllisch mooi of kokhalzend lelijk. Maar o, wat diep en zuiver. En o, wat treffend in het hart. Stuiterde hij door het levenslied, raspende klanken vol intens verdriet, maar de diepste getroffen van het bestaan in de woorden: ik heb het altijd zo gedaan. De zevende dichtbundel en de tweede drietalige dichtbundel. Waarom drietalig? Dat komt eigenlijk omdat mijn poëzie een bepaald gedicht was in het Engels vertaald. Ik weet niet meer voor wat voor reden. Dat is in Roemenië terechtgekomen bij een uitgever. Die las dat en die zegt tegen mij: ik wil dat jij een bundel maakt. Met dan ook in het Romeins vertaald. Ik zeg: nou, daar begin ik niet aan. Veel te veel werk, allemaal gedoe en zo. Dan moest ik het later vertalen, want dat kan ik zelf niet. Toen heb ik een keer een opdracht van hem gekregen ook om een gedicht te schrijven over een gestorven dichter. En ik dacht toen: ja, er zijn tientallen mensen die dat gedaan hebben. Dus ja. Daar komt niks van. Maar heeft hij ook in het Romeins wat vertaald? Dat kwam in een tijdschrift. En dat hij, nu ga je echt een bundel maken. Dus toen heb ik gezegd: oké, dat ga ik doen. Ik geef me de tijd. En dat is dus de vorige geweest. En deze ging veel sneller, omdat je dan een klein beetje weet hoe het allemaal loopt en hoe het werkt natuurlijk. Ja. Maar het is ook vertaald in het Kroatisch nog. Dat is ook wel interessant. Dan was hij de adjunct directeur van de Kroatische Literatuurassociatie of iets dergelijks, was hier in Nederland. Ik was toevallig bij een boekhandel waar ze ook Kroatische literatuur verkochten. En die vond het interessant wat ik deed. Dus het is puur op wat ik maakte, niet omdat ik zo'n knappe kop heb of zo. Nee. En de titel, Theater van het Woord, waar komt die titel vandaan? Nou, ik ben nogal met theater bezig. Hè. Ik schrijf over theater al 25 jaar. Ik ben geboeid door theater, omdat ik vind dat theater een soort weerkaatsing, zeg maar, een afgeleide van de wereld is. En dat de wereld weer ook een soort theater is. Dus voor mij is het dubbel. Zowel het gemaakte theater als het theater van de echte wereld. En die twee die combineer ik een beetje. Marianne, onder andere, voor mij is het belangrijk, wethouder van cultuur. Al die andere dingen zijn nog veel belangrijker, maar voor mij is cultuur heel belangrijk. Ik wil jou graag het eerste exemplaar van deze bundel overhandigen als wethouder. Dankjewel, Kees. Bedank je vooral ook al even namens het bestuur van de stad. Want iemand zei het net al, van je bent belangrijk voor Breda. Wij hebben een nieuwe slogan, die heb je vast al eens gehoord. Dat heeft u waarschijnlijk allemaal wel eens gehoord. Breda brengt het samen. Maar ik wil hem vandaag best wel vertalen naar Kees brengt het samen. Breda Nu. Je weet het meteen.